Klaver. Hallo. Ik ga daar staan. Daar staan. Goedenavond. Wat is het ongelooflijk bijzonder om hier met PvdA en GroenLinks samen te zijn. En ik vind verkiezingsdag altijd een bijzondere dag, want het is de dag waarop we allemaal het recht hebben om het landsbestuur te kiezen en het bestuur in de provincies te kiezen wat wij willen. En dat heeft de kiezer vandaag gedaan. En op zo'n dag past het ook om de felicitaties uit te spreken naar de andere winnaars van deze verkiezingen. Dat is op de allereerste plaats BBB. Van harte gefeliciteerd. Maar het zijn ook de vrienden van de Partij voor de Dieren. Van harte gefeliciteerd. In 2019 had GroenLinks de beste uitslag voor de Provinciale Staten ooit. En we lijken die vandaag te evenaren. Nog niet te hard juichen. Wat het mooiste moet nog komen. De Partij van de Arbeid wint de zetel. Rustig. Maar het allerbeste moet nog komen. Onze ambitie was om de grootste fractie te worden in de Eerste Kamer. Voor het eerst in 20 jaar een linkse fractie die de grootste wordt. En op dit moment is dat nog steeds mogelijk. De Partij van de Arbeid en GroenLinks samen in de Eerste Kamer de grootste. En het centrale thema in deze campagne was: gaan we linksom of gaan we rechtsom? En als we nu kijken naar de verhoudingen in de Eerste Kamer, dan is die keuze de komende tijd heel reëel. Gaat het kabinet rechtsom of gaan ze linksom? En zoals we hebben gestreden in de campagne om het linksom te laten gaan, gaan we dat de komende tijd in het parlement doen. En dat ga ik samen met de collega's in de fractie doen, maar bovenal met mijn fantastische collega, Atje Kuiken. Prachtig. Voel ik hier op dit podium. En het feest wordt natuurlijk ook gevierd door de winnaars van deze verkiezingen, waaronder BBB Caroline van der Plas. Mijn hartelijke felicitaties. Maar ook de andere partijen, waaronder natuurlijk de Partij voor de Dieren, fantastisch gedaan. Ben ik blij dat we deze verkiezingen niet alleen hoefden te doen, maar dat we konden samenwerken. En Jesse, wat heb je een fantastisch resultaat neergelegd. Yeah.
vind het ook bijzonder dat in deze tijden de Partij van de Arbeid, het lijkt dat we er een zetel bij hebben gevonden. En daar ben ik heel blij mee. En daarom natuurlijk vooral de felicitaties voor alle vrijwilligers, alle lijsttrekkers van de Partij van de Arbeid en GroenLinks en iedereen die ons geholpen heeft om dat mogelijk te maken. En dat is belangrijk, want we gingen deze wedstrijd samen in. Omdat wij geloven dat dit land anders kan. Dat het mooier kan, dat het socialer kan, dat het groener kan en vooral eerlijker kan. En daarom ben ik ook zo blij dat we nu nog steeds de kans hebben om de grootste te worden in de Eerste Kamer. En dan hebben we een echte keuze. Gaan we linksom, sociaal, eerlijk, groen? Of gaan we rechtsom? Kortom, lieve partijgenoten, vrienden. Het blijft spannend tot morgen. Ik wens alle lijsttrekkers, alle kandidaten en ook de waterschappen ontzettend veel succes. Ik ben dol op jullie en laten we vanavond ook vieren dat we het samen zo goed hebben gedaan en dat jullie het zo goed hebben gedaan. Dank jullie wel. Ik doe het heel kort. Jij doet het heel kort? Ja, en jij mag het heel lang doen. Want ik loop al zo lang mee. En 4 februari van dit jaar hadden wij gezamenlijk congres en een heel klein beetje apart. En hier staan allemaal partijgenoten, want ik werd toen lid van de Partij van de Arbeid. En ik wil beginnen met mijn beide partijleiders een ongelooflijk compliment te geven voor wat zij de afgelopen weken voor ons en vele anderen in Nederland hebben gedaan. En wat hebben wij er zin in om misschien wel met 13 andere collega's, dus misschien wel met 15 mensen in de Eerste Kamer politiek te gaan bedrijven. Want in de Eerste Kamer wordt politiek bedreven. Echt? Dat gaan wij met elkaar doen. Dat kunnen er 14 worden, dat kunnen er 16 worden. We zien het allemaal wel. Maar het is een substantiële groep. En zoals Atje en Jesse al zeiden, wij kunnen nog steeds de grootste worden in de Eerste Kamer. En daar hebben jullie allemaal een ongelofelijke grote bijdrage aan geleverd. Daar wil ik je namens de GroenLinks-partij enorm voor bedanken. Dat ga jij doen namens de Partij van de Arbeid. Al die mensen die huis aan huis, dorp aan dorp, stad aan stad gezorgd hebben voor een heel mooi resultaat. Waar het precies op uitkomt, weten we nog niet, maar we staan nu op 8. We hebben nooit meer dan 8 gehaald. Het zou voor de 3e keer 8 zijn. We moeten een beetje voorzichtig zijn, maar dat is
door jullie inzet. Dank je wel. Diepe buiging voor alle GroenLinksers. En weet je wat de allergrootste winst is van eigenlijk de afgelopen weken, de afgelopen maanden? Dat wij twee partijen, zonder gezeik, zonder gedoe, samen gewoon gewerkt hebben. En de grootste gaan worden. Samen de grootste op links. Dat is de grootste winst. En ik heb de afgelopen weken... ben ik behoorlijk veel in Nederland geweest. Terneuzen, gewoon Zeeland. Hè? Zeeland liet het zien. Geweldig. Den Bosch, Utrecht, Enschede, Kampen. Utrecht, oh, ben ik al geweest. Amsterdam, Vijf Herenlanden. Overal waar ik kwam, zag ik onze vrijwilligers. Waanzinnig hoe zij zich de benen uit het lijf hebben gelopen. Met folderen, met canvassen, mensen aanspreken. En overal waar ik kwam, zag je die vrolijke gezichten van mensen die geloofden in een sociale en groene toekomst. En dat doen we allemaal. En voor mij is de grootste winst, naast natuurlijk dat we de grootste worden in de Eerste Kamer, de grootste winst is dat wij hier met z'n allen staan. Dank jullie wel, alle vrijwilligers. Thank you.